What's up gasten, SkillmanVVZ hier vandaag met Thomas07 natuurlijk weer voor de derde episode van 2 Makes a Team. Als je de vorige episode hebt gemist, check dan Thomas' kanaal even. Link staat in de omschrijving, daar staat episode nummer 2 op. En dan heb je ook kunnen zien dat we dit team hebben gebouwd, inclusief twee lege gaten erin. Want de vorige keer kwamen we niet verder op de transfermarkt, dus die zullen we zo even op gaan vullen. De rest van de spelers die we momenteel in het team hebben, nog steeds deze Guerrero. We hebben Manu Del Moral daar samen in de aanval met Bueno daarachter. Dan hebben we Sergio Roberto van Barcelona samen met nog steeds Molina die we nog moeten vervangen. Rechtsachter die we aan het einde van vorige episode hebben gekocht heet Mallo. In de goal staat Varas en Sanchez staat daarvoor samen nog met Pinillos. Of Pinillos ofzo. In ieder geval die kerels hebben we dus tot nu toe. We gaan eventjes deze twee spelers kopen en dan zijn we bij je terug. Goed jongens, daar zijn we weer. We hebben twee spelers gekocht en toegevoegd aan het team. Als eerste hebben wij deze nieuwe Flanjo gekocht. Niet al te lang, maar wel redelijk wat. PS75, 78 physical en eigenlijk natuurlijk een aantal alle Camacho naast zich staan. Dan hebben we ook nog deze Torres toegevoegd, Xavi. Torres 1,84 meter. Ja, dat is toch wel best wel lekker als je een CVM met een beetje lengte hebt. Het is wel pure aankoop voor omdat we een speler nodig hadden voor 300 coins. Precies, wel nog goede physical en goede paas, maar 69 verdedigen als je 60 af mee bent. Hoe werkt dat precies? Daarnaast kunnen we uiteindelijk 4 coins winst op maken. Daar doen we het voor. 4 coins winst. Dus. Ja. Ja. Ook, elke gouden speler die we hebben gekocht is echt gewoon discard. Dus die kunnen we allemaal zo weer gaan gooien. En prima bedrag dan terug. Dus dit is het team waar we mee gaan spelen. Laten we naar de eerste wedstrijd gaan. Je baardje hebt. Je baardje hebt. Oké, mijn gezichtsbeharing. Oh wacht, gast. Toevoegen. Dat vergeet echt de hele tijd. You Thomas. Ja, als jij klikt even in de halve seconde door. Onder you. Kero ook weer helemaal door. Waar wil hij niet tegen me spelen? Dat is ook een hele snel. Waarom is die latency bars weggehaald? Ja. Dat is echt hinderlijk. Je hebt een uberlang game. Wat? Hoe lang doe je erover? Lastig. Tweede controller toe te voegen. Ogenblik, gebeurt. Die is alles lastig. Zo, dan gaat hij verder nog weg uit de sessie, wat te lang duurt. Ja. De grootst mogelijke moeite om een gast toe te voegen. Deze dan is ook gewoon nog steeds. Ja, die heeft zoiets van, wow. We zien het al een keer. Ja. Ja hoor. Ja. Zo heel erg, dat hij niet zo. Oh mijn god, zeg. A few moments later. Dit ging toch ooit in een half seconde? Ja, inderdaad. Sneller nog, dat is gewoon een tik, je zit erbij. En nog steeds duurt het gewoon weer een uur. En ja, ik weet dat je wil spelen, maar we moeten toch even wachten. Ja, en hij is weg. Heb geduld, vriend, wat de hel? Goed, zoals je hebt gezien is het ons niet gelukt om een tegenstander te vinden. EA zit ons veel te veel dwars. Ongelooflijk weer, heel vervelend natuurlijk. Maar daarom heb ik besloten om even een aantal offline wedstrijden te spelen. Jij ziet de compilatie daarvan. Dus na een paar wedstrijden spelen die je net dus hebt gezien, zijn er nog een aantal plekken die we op moeten vullen. We hebben bij elkaar opgeteld 1697 munten, dus laten we een paar goede spelers kopen. Als het lukt. Ja, dan hebben we een hel. Oké, wat moeten we nog meer aan dingen werken? Ja, maar was pas. Future skills. We hebben bijna Pino binnen.
Aspina. Thomas, je naam groot. Heb je naam groot binnen? Couscousclan. Couscousclan. What the fuck? Not sad. Jezus. Ja, ben ik couscousclan? Dat heeft een leerlid. Eerlid van de couscousclan. Bodem. Datering. Sapsa. Sapsa. Alep al et. Als je omdraait, vind ik het gewoon heel serieus. Een van andere namen in het Midden-Oosten. Ah, ik heet Alep al et. En het was een van de gasten uit Suriname of zo. Dat app, dat maakt het ook wel af. We zijn natuurlijk ook gewoon echt voor de grap in deze serie het allerslechtste team of FIFA kunnen maken. Alep al en dan Ed ook wel. Ed. Ja. Ondertussen doen we even een aantal manager taken. We hebben net een aantal toegevoegd. Even kijken welke zijn het onder andere. We hebben een clubtenue gewijzigd, de bal gewijzigd, we hebben het wapen gewijzigd en het stadion gewijzigd. Vier kleine dingetjes die we eventjes voor 150 coins each hebben gedaan. We hebben een kleine 600 coins verlies, maar dat kunnen we nu al even leiden. Zoals je bovenin ziet hebben we de ODD badge en het stadion is Odroma uit mijn hoofd. We hebben de bal veranderd en we hebben natuurlijk het tenue, het LOSC Lille. Derde kit of zo, klassieke kit. Ja, zoiets. Je kunt het wel even bekijken natuurlijk. Club items. Ja, het klassiek tenue van LOSC Lille gebruiken we nu dus. En de andere dingen die ik je net heb opgenoemd. Dus laten we even wachten tot de spelers er eindelijk zijn. Goed, jongens, jullie zien hier het team voor je zoals hij op dit moment bestaat. Full gold en uiteindelijk voor elkaar. We hebben ja, nog even twee spelers erbij gehad. Deze De La Bella hebben wij gekocht voor 300 coins. En speciaal voor hem, zijn favoriet, Iago Aspas. 4 sterren skill, is heel erg welkom. 300 coins, ja. Ook voor betaald, dus ja. En ook deze keer hebben we net er nog even bij gehad. Thomas Pina, Thomas. Yay! Met, hé, het is ook T-O-M-A-S. Ja, maar het streep op de A. Ja, maar dat maakt niet uit. In ieder geval, we hebben dus een volledig goud Spaanse team. En in de volgende episode ga jij zien hoe dit team speelt. Vergeet deze episode niet even te liken, al was die misschien wat korter natuurlijk dan de rest. We hebben geen online wedstrijden kunnen spelen. EA zit ons volledig mis. Dus ik hoop dat dat donderdag of vrijdag anders zal zijn. Donderdag waarschijnlijk, toch? Ja, zoiets. Dus in ieder geval, laat even een like achter en check Thomas' kanaal in de omschrijving. Daar zou ook episode nummer 4 op te vinden zijn. Dus wees zeker dat je ook op hem geabonneerd bent. Daarnaast volg ons allebei op Twitter, @skillmovvz, @thomas07. En dan kun je ook op de hoogte blijven van alles rond 2 Makes a Team natuurlijk. In ieder geval, mijn naam is SkillmovvZ. Mijn naam is Thomas07. En wij danken jou voor het kijken van deze episode. Later! Later!